Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto's kunnen we goed zien dat het grootste deel van Nederland te maken heeft met volop zonnig weer. Over het zuidwesten drijven inmiddels wat hoge wolkensluiers. In de loop van de middag zal het op meer plaatsen gebeuren, maar het blijft gewoon droog en de temperatuur is hoog tussen de 25 graden op de Waddeneilanden eilanden en 31 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond blijft het lange tijd nog warm of zelfs zomers dieper land inwaard. Halverwege de avond is het zo tussen de 22 en 25 graden. In de nacht komt er geleidelijk aan meer bewolking vanuit het zuidwesten. De minima komen uit zo rond een graad of 15 en de wind is zwak of matig. Morgen overdag hebben we behoorlijk veel bewolking die over het land trekt. Van tijd tot tijd schijnt ook wel de zon. Er ontstaan flinke stapelwolken. En in de loop van de dag zouden verspreid over het land een enkele regen- of onweersbui kunnen gaan vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk wel droog. En dat geldt zeker voor de kustprovincies. De temperatuur stijgt eerst nog naar 24 tot 29 graden. In de loop van de dag draait de wind van het oosten naar westelijke richtingen. En dan zal het zeker in de kustprovincies een paar graden minder warm worden. Verder in het binnenland. Blijft het nog wel zomers? Dan de dagen erna. Op woensdag, donderdag en vrijdag overheerst zonneschijn in het weerbeeld. Ontstaan ook wat stapelwolken. Op woensdag en op vrijdag valt misschien lokaal een enkel buitje, maar overwegend is het droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden en op vrijdag wordt het 24 tot 29 graden. Er waait een overwegend matige wind uit noordwestelijke richting en dat betekent dat met name in de kustgebieden de temperatuur wel iets lager uitpakt. Ja, en dan de dagen daarna. Het blijft voorlopig gewoon echt warm, en in de loop van volgende week staat er zelfs een heuse landelijke hittegolf op het programma waarschijnlijk. De middagtemperatuur komt op veel plaatsen boven de 30 graden uit, en als het een beetje meezit of. Als u wil, dan gaat de temperatuur zelfs nog verder omhoog, richting 35 graden op een aantal plaatsen. En dan is het toch echt wel extreem warm. En wat de neerslag betreft, ja, die blijft voorlopig nog echt wel weg. De neerslagkansen zijn erg laag. In het weekend tijdelijk eventjes iets hoger, maar nog steeds gaat het om slechts een paar lokale buien. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.